Hoge eisen aan leerlingen stellen begint met hoge eisen aan onszelf stellen. En iedere generatie leerlingen heeft weer recht op goede leraren die gemotiveerd hun werk doen. En daarom willen wij een lerende organisatie zijn. Het gaat om het goede gesprek over steeds beter onderwijs. Onze hele organisatie is hierdoor in beweging. Daarbij draait het bovenal om teamwork. Elkaar uitdagen, elkaar stimuleren. En wie wil er nu niet spelen in een team waarin andere mensen jou helpen steeds beter te worden? Ik doe het niet alleen. Ik ben teamleider en ik vertegenwoordig mijn collega's in de MR. Ik wilde graag een baan met meer verantwoordelijkheid en ik ben een nieuwe studie begonnen. En nu word ik teamleider, ondersteun het personeel. Ik doe onderzoek naar het werkplek leren van docenten. We zijn goed op weg. Belangrijk is dat ons HR-beleid ontwikkelingsgericht is. Wie zijn we als school, wat willen we bereiken en welke ontwikkeling is hiervoor nodig? Dat zijn de vragen die we ons voortdurend moeten stellen. Ik loop voorop bij vernieuwingen in het VMBO. Ik ben nieuwsgierig naar onderwijsinnovatie en ben voortdurend bezig met de juiste manier van kennisoverdracht. Wat kan en wat moet anders, dat houdt mij doorlopend bezig. Ik werk samen met collega's aan een ICT-rijke leeromgeving voor leerlingen. Vanuit onze Noordic brede visie willen we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. We onderzoeken hoe ICT hierin een rol kan spelen, met de iPad als hulpmiddel. Ik bewaak de kwaliteit van onze school. Ik heb aangegeven tijdens een gesprek dat ik de ambitie heb om door te groeien binnen de school. Daarna werd ik expert kwaliteitszorg. Ik grijp iedere kans om mijn collega's te coachen. Door mezelf hierin verder te ontwikkelen, heb ik hierin mijn passie gevonden en is er ruimte voor groei. Een lerende organisatie is meer zichtbaar en het werkt ontzettend motiverend. Ik ben op zoek naar wat mijn collega's drijft. Er komt meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en daarmee ook voor zingeving. Wij mogen daar beleid voor maken, een mooie en belangrijke taak. Ik werk aan een optimale ondersteuning van het onderwijsproces. Voor mij is de taak groter geworden nu ik teamleider ben. Meer mensen om aan te sturen en er valt veel meer te overleggen. Ik doe dat met veel plezier en ik krijg er zeer veel energie van. Ik werk als teamleider aan een uitdagende gymnasium. Werk op het Noordic betekent voor mij dat ik mijn baan kan combineren met een gezin, maar ook mezelf kan ontwikkelen en met een hoge mate van plezier en betrokkenheid mijn werk kan doen. Ik ben oprecht trots op mijn school en mijn werk. We doen het niet alleen. Thank you.